Instagram een paar reacties gekregen op een foto over hoe je nou precies die vlechten maakt die we op de foto dragen. En dit is de foto. En wil jij weten hoe je deze vlechten maakt? Blijf dan kijken! Nou, wat je als eerste gaat doen, is je gaat je haar uitborstelen. Moet ik een kwartslag draaien? Ja. Wat wij altijd doen, is wij doen er een soort waterachtig klitspray in. Zodat het extra een beetje vochtig is, zodat de vlechten goed mooi lukken. En dat het makkelijker is. Ja, het is ook makkelijker om dat te vlechten, omdat de haren dan goed bij elkaar blijven. De haren zijn nu goed uitgeborsteld. Wat we nu gaan doen, niet even je hoofd, dat naar achter doen. Ga je een scheiding maken door het midden. En dat doe je vanaf je neus. Vanaf de neus meet je een stuk. Dat ga je verder over het hoofd. En dan trek je dus een lijn met je kam naar achter. Met het eerste deel. Met de punt. Even zorgen dat de haren goed weg zijn. Dan ga je vanaf het punt waar je bent gebleven weer verder. Dat is bij mij hier. Weer een stuk. De haren weer naar de zijkant. En zo ga je weer verder. En dan ziet het er daarna, als het goed is, van de achterkant zo uit. En van de voorkant ziet het er zo uit. Oké, ik hoop dat je het kan zien. Wat best wel belangrijk is, even een elastiekje voor mij. Ja. Aan de ene kant, de kant die je nog niet gaat doen, dat is voor ons deze kant, de achterste kant. Doe je even je haren in een staart, zodat de haren niet per ongeluk bij de andere kant van de vlecht kunnen komen. Dat is best wel belangrijk. Maakt niet uit hoe het eruit ziet. Als het maar uit de weg is. Tadaa! Nou, dan gaan we verder. Nu gaan we beginnen met het vlechten. Even een stukje zo. Wat je namelijk gaat doen, je pakt hier vanaf de bovenkant een pluk. En de rest van de haar, dat doe je naar beneden. Dan heb je ongeveer zo'n dikke pluk. Wat je dan gaat doen, is dan pak je twee vingers. Als een soort, wat is het? Kapitaal. Nou, gewoon twee vingers. En die haal je er doorheen. Zodat je drie even grote plukken hebt. Ongeveer zoiets. Wat je dan doet, is dan pak je met je voorste hand. Ga je onder de binnenste pluk door. En pak je de achterste pluk. Dan pak je met je andere hand, de bovenste pluk erbij en haal je de pluk, de achterste pluk, naar voren. Dan doe je met je achterste hand hetzelfde als wat je net hebt gedaan. Je gaat onder de binnenste pluk door en je pakt de voorste. Wat je dan gaat doen, is dan pak je er een pluk bij, dus niet die je al mee hebt gevlochten. Van de buitenkant. En die doe je bij de pluk tussen je wijsvinger en je duim. Zorg dat de pluk goed splitst is. En dat die los is van de andere haren, want anders krijg je weer klitten. Wat je dan doet, is dan pak je met je vrije hand de bovenste pluk weer. En je gaat weer onder de pluk die je net hebt gepakt door. In je andere hand. Nou heb ik deze hand vrij. En dan pak ik weer een nieuwe pluk erbij. Tussen mijn duim en mijn wijsvinger. Zo. Zorg dat de pluk goed weg is. Dan pak ik met mijn vrije hand weer de bovenste pluk. En die haal ik weer terug onderdoor. Dan pak ik weer de voorste pluk. Je moet goed zorgen dat je haren goed strak zijn getrokken. Want dan krijg je het mooie opvlechteffect. En in het begin zal het nog heel moeilijk zijn. Maar als je het gewoon vaak oefent, dan gaat dat steeds beter. En dan word je er ook steeds handiger in. Ja. En op een gegeven moment, dan doe je het gewoon maar even. Dan heb je twee leuke vlechten. Maar we gaan door. Dan pak je dus weer een nieuwe pluk. Die doe je weer tussen je wijsvinger en je duim erbij. Zorgen dat ze goed recht de plukken zijn. Pak ik weer de bovenste pluk. Die haal ik onderdoor. En weer goed zorgen dat je het strak trekt.
zodat ze extra strak zitten. Pak ik weer vanaf de andere kant de pluk. Pak ik weer met mijn vrije hand de bovenste pluk. En ik trek weer strak. Nu zie je dat hier al een beetje een vlek begint te ontstaan. Het enige is, je moet goed zorgen dat je het goed strak aantrekt. Want anders dan zie je niet echt dat het een vlecht is. Ik ga weer verder. Ik pak weer vanaf het oor met een rechte lijn omhoog een pluk. Die doe ik erbij. Deze pluk moet er ook nog even En als bij. Het goed is, dan wordt de vlecht ook steeds dikker. Dus ja. Dat hoort. Dus als je denkt, wat ben ik nu ineens, wat heb ik een dikke vlecht op mijn hoofd? Dat hoort. Want je krijgt steeds meer haar erbij. Ja. Dus daardoor wordt het ook dikker. En zo blijf je dus de hele tijd doorgaan. Tot je op een gegeven moment alle plukken op je hoofd hebt gebruikt. Wat ik nu heb gedaan, ik heb alle plukken van het haar heb ik meegepakt. En nu hoef ik alleen nog maar door te vlechten tot de hele vlecht af is. En dan doe je gewoon hetzelfde als wat je net ook deed. Maar dan pak je er geen plukken bij. En als je dat moeilijk vindt, kan je natuurlijk altijd de vlecht even omdraaien. Dus bijvoorbeeld even zo. En dan kan je op de gewone vlechtmanier doorvlechten. Dat is toch gewoon zo? Ja, eroverheen in plaats van eronder door. Zo gaat dat. Ik moet het zo doen, ik spanning erop heb. Zo. Wil je van mij ondertussen alvast een elastiekje eruit pakken? Ja, dit zijn hele handige elastiekjes, want ze zijn heel klein, maar wel heel rekbaar. Dus je ziet ze niet zo snel zitten, tenzij je dat natuurlijk wel weer, kan je ook gewoon een groot elastiek doen. Alleen dit blijft veel beter zitten, dus ik zou je aanraden om deze te gebruiken. En deze zijn volgens mij gewoon van de Action, toch? Ja. En het zijn er natuurlijk ook nog eens heel veel, dus dat is ook heel handig. Dus je kan ze heel vaak gebruiken. Kijk. Je hebt ze in het wit, je hebt ze ook met allemaal neonkleurtjes en je hebt ze gewoon in het doorzichtig. En in het zwart. Kijk, en in het zwart en in het bruin. Dus gewoon van je haarkleur. Kijk, ze rekken heel erg goed mee. Heel makkelijk om je vingers. En dus ook heel makkelijk om je haar. Top! Ben je bijna klaar? Ja. Volgens mij zijn ze niet meer in beeld. Nee. Wacht. Nou, vlecht 1 is af. En met de andere kant doe je natuurlijk precies hetzelfde. Dus we spoelen nu eventjes door. En dan laten we je het eindresultaat zien. Nou, ik heb nu net het hoofd ingevlochten. En ik ben nu nog bezig met de vlecht helemaal af te maken. En dan zien jullie zo het eindresultaat. De vlechten zijn nu helemaal af. En vond jij deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Ja, of abonneer natuurlijk gewoon op ons kanaal. En misschien zie je dan nog wel veel meer van deze leuke video's. En wij vonden het in ieder geval super leuk om te doen. Hopelijk vonden jullie het ook een leuke video. En hebben jullie er wat aan gehad? En loop je straks ook met twee van deze leuke vlechten rond. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!